Goeiedag iedereen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Vergeet zeker niet te abonneren en te liken voor meer. Vandaag wil ik jullie vertellen over een heel bijzonder beeld in België. Jullie kennen waarschijnlijk allemaal wel Christus de Verlosser. Het grote Jezusbeeld dat we terugvinden in Rio de Janeiro. Wel, België heeft zijn eigen grote Christusbeeld in Assent. En daar gaan wij nu een kijkje nemen. Hier in Assent staat dus een 11 meter hoog beeld, het hoogste van zijn soort in België. Het was de bedoeling dat er meerdere in België ontstonden van dit kaliber, maar die zijn er nooit gekomen. Maar hier in Assent vinden we dus het Heilig Hart beeld. De reden dat dat hier staat is namelijk dubbel. We hebben hier het glooiende Vlaams-Brabantse landschap met bergen, wat natuurlijk ideaal is voor zo'n beeld. Jezus kijkt uit over de omgeving van Assent. Maar de reden dat het hier specifiek staat, is omdat Assent tijdens de Tweede Wereldoorlog relatief bespaard gebleven is van bombardementen en van de vliegende bommen. Kort na de Tweede Wereldoorlog werd daarom het Heilig Hartbeeld hier gebouwd. Het Heilig Hartbeeld staat op de Luienberg, een ijzerzandsteenheuvel van 63 meter hoog. Uitzicht op het dorpje Assent en de vallei van de Begijnenbeek heb je hier. Prachtig is het hier. Echt een mooi uitzicht. Het Heilig Hartbeeld van Assent is het grootste in België, zoals ik eerder al heb gezegd. Maar ik heb er toch nog eentje gevonden dat ook wel eens de moeite is om te bekijken. Wij gaan nu door naar de Senderlo. Thank you.
En nu staan we hier in Te Senderlo, of zoals ze hier zeggen, Looi. Aan het heilig hartbeeld van Te Senderlo. 5,5 meter hoog en ontworpen in 1937. Oorspronkelijk stond het niet hier, vlakbij de molen van Te Senderlo, maar in 1981 werd het hier gezet en kijkt het Christusbeeld dus uit over het dorpscentrum van Te Senderlo. Samen met dat van Assent zijn dit de twee bijzonderste Christusbeelden van ons land. Bij mijn weten toch, moest ik er nog vergeten zijn, zet het zeker in de comments of stuur een berichtje naar mij. Maar dit was het dan voor vandaag en ik wens jullie zeker nog een prettige dag verder. En vergeet niet te abonneren en te liken. Zeer belangrijk werk. Tot de volgende keer.